Traditioneel gezag van een nieuw koffiekamp en omgeving, medewerkers van I Am Gold en de districtscommissaris van Brukkepondo hebben vandaag te Ananistrand gesproken over de problemen met het goudbedrijf. Volgens burgervader Ludwig Mendelssohn was er niemand van de leiding van het bedrijf aanwezig op de vergadering, wat voor nog meer frustratie heeft gezorgd bij de bewoners van de medewerkers uit Brukkepondo. De vergadering zou aanvangen 12 uur en 2 voor 12 kreeg ik een mail van het bedrijf. 2 voor 12 kreeg ik een mail van het bedrijf. Een brief omkleed met feiten en redenen. Waarom ze zich bijvoorbeeld niet aanwezig zouden zijn in die vergadering. Hoe is het dan overgekomen op de aanwezige mensen die daar waren dat het bedrijf heeft besloten om niet te komen? Zeer denigrerend. Ik moet je zeggen, ik ben zelf teleurgesteld in de houding van het bedrijf. Omdat je duidelijk ziet van dat het te maken heeft met powerplay. En dit gedrag en de houding is niet iets van nu. Is vanaf het begin zo geweest. Gisteren werd de weg naar nieuw koffiekamp gebarricadeerd door bewoners en werknemers van I Am Gold. Onze nieuwsdienst sprak er met DC Mendelssohn, die aangaf dat hij al een week op de hoogte was van het misnoegen en de plannen van de dorpsbewoners. U hoort ook Ulrich Finke, hij is medewerker van I Am Gold. En hij gaf aan dat zij de weg niet hebben afgesloten omdat ze staken. Het is een actie waarvoor wij aandacht vragen voor de omstandigheden. Maar niet wetende dat die zaken lopen uit de hand, zodanig dat die arbeiders go over tot actie voeren. En in de vorm van barricadeer voor wegstrekking go naar nieuw koffiekamp. Ja, toen meer dat is de, me bij de genootzaak. Ja, voor bij kon luku, ja, ko oriënteer me ter plekke. Ja, dus daar is de die me kon dat utakanga ding. Hier heeft ding, sampsa precies. En ding giwi wan uiteenzetting. En volgens mij is de dan een gezag, drie voor de hoofdkapitein voor Brukkepondo, nodig me uit en heel spoed met de baby voor koppel terug. Ja, samen met Bigiman voor school toe in haar district. En ook toe, we kiezen de instructies, nodige instructies voor wat betreft ordehandhaving. Isabi, abekonde takusref gi awar school, taki de mano moest verstoren openbare orde en taki de nobe moest man barricadeer a openbare weg. P. Bond schreef, pingi de matak lukuno. Iego tum sifara. Nanga de nanga rokomang. Nanga dorpelingo. Ma bedrijf no arki. Zodoende, unu schreef tak no. Uno mamoro, ne isu uk moto. U karu schreef onderling ne uk moto tak. U liba bedrijf, ma u tapa pasi. U snap jana pasi. Tak, zodra di, de mano arki wi, de mano kon fu taki fu fenwa oplossing. Da. Rokof de manego, omdat de manena in unu district. En unu fu a district, de chifa district. Uwan roko dape, uwan nyafu dape. Ma de mamus, ma sorui tak wina libisma. Dus dat daarom me kwisi u deja. Ulrich Finke, medewerker van I Am Gold Rosabel Gold Mines. En daarvoor districtscommissaris Ludwig Mendelssohn. We hebben getracht de reactie te krijgen van de Bond van Personeel van Rosabel Gold Mines. Maar we kregen niemand te spreken.